Goedemiddag, mevrouw Vreeswijk. We zijn vandaag bij elkaar om de zorg van uw moeder te evalueren. Ja. Hoe vindt u dat het gaat? Hoe vind ik dat het gaat? Naar omstandigheden redelijk goed, maar ik vind het de laatste tijd erg gespannen. Gespannen? Waar merkt u dat aan? Ik merk het vooral als ik bij haar binnenkom en ik heb altijd de gewoonte om zo mijn hoofd eventjes om het hoekje van de deur te laten zien. En ik merk dat ze schrikt, ze zet grote ogen op, alsof ze verstart bijna. Mm-hmm. Ja, dat valt me de laatste tijd heel erg op. Oké. Okay. Ja. Dus u merkt dat uw moeder gespannen is en dat merkt u vooral aan haar schrikreactie en dat ze daarvan verstart? Ja. Ja. Okay. Nou ja, die gespannenheid die herken ik wel. Dus is laatst ook gevallen tijdens het douchen. Oh, gevallen? Ja, ze had zich losgerukt van de mensen die haar aan het douchen waren. Oh. Maar, nou, daar schrik ik nogal van. Ja, begrijpelijk ook. We hebben ook daar over nagedacht van hoe kunnen we zorgen dat uw moeder wel veilig gewassen kan worden. Ja. We dachten aan zittend wassen aan een wastafel. Mm-hmm. Zodat we haar wel goed kunnen wassen, maar dat het wel veilig voor haar is. Ik weet niet hoe u daarover denkt. Ja, dat is ook belangrijk. Ik vind het wel jammer. Want het wassen altijd, hè. Ik heb het tot voor kort, hielp ik haar natuurlijk zelf met douchen. En dat was altijd een moment juist dat ze heel erg kon ontspannen. Okay. Maar goed, ik begrijp dat het zo in ieder geval niet kan. Want veiligheid is natuurlijk ook belangrijk. Zeker, zeker. Ja. Maar natuurlijk is het ook wel belangrijk om te kijken van waar komt die gespannenheid vandaan. Mm-hmm. Dus misschien is het ook wel een idee om een gesprek met een psycholoog in te lassen. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me zeker een goed idee. Okay, dan. En ik zou het dan wel op prijs stellen dat ik daarbij aanwezig kan zijn. Nou, graag. Ja? Fijn dat u inderdaad zo betrokken bent. Dat gaan we ook voor zorgen dat u daarbij aanwezig kan zijn. Ja, nou, fijn. Graag. Ja. Okay. En misschien over een poosje, want wat ik zeg, het was altijd een moment van ontspanning. Dus misschien over een poosje weer eens proberen, douchen. Is dat nog? Dat lijkt mij zeker een goed plan. Ja. Dat ze inderdaad met een psycholoog heeft gepraat die waarschijnlijk een benaderplan daar ook voor... Ik wil best eens komen kijken, hoor. Misschien kan ik wel tips geven dat het misschien weer wel lukt. Nou ja, graag. Ik zong altijd met haar. Oh. Ja. Nou, dat klinkt als een goed idee. Mm-hmm. Nou ja, hartstikke fijn inderdaad dat u ook zo mee wilt denken. Dan denk ik dat we het volgende moeten gaan doen. Dat we voorlopig zittend gaan wassen aan de wastafel. Mm-hmm. Dus even een afspraak gaan maken met een psycholoog waar u ook bij aanwezig kan zijn. En als we dan weer gaan douchen, dat u daar ook even bij komt kijken. Zodat we ook van uw ervaring kunnen leren. Ja. Zijn dat goede afspraken? Nou, dat lijkt me prima. Ben ik het helemaal mee eens. Oké. Dank u wel.